We staan afloop van de beetje wintermarathon, halve marathon, 15 kilometer, bij Kees Kraaienveld. Kees, in het verleden hier altijd een halve marathon, vandaag even niet. Ja, vandaag een 10 kilometer. Ik ben in voorbereiding op 3000 meter indoor komen in 14 februari. Dus daarom kom nu 4 weken voor die tijd. Een 10 kilometer is een mooie training ervoor. Je hebt in het verleden tal van wedstrijden gelopen. Een beetje weer terug van weg geweest? Nou, we hebben laatst met het Runners World Team van de Alp hebben een training gehad bij Sjors van Gorkum in de buurman van die voetballer van Feyenoord, hoe heet die spits, Roy Mackay. Dus in die omgeving hebben we een trainingsdag gehad. Nou, dat was fantastisch. En daar heb ik mijn motivatie weer een beetje uitgeput, zeg maar. Ik ben daarna weer snelle training gaan doen op de baan. En het liep laatst nog 17-16 achter Wim de Weer. Dus dat gaf mij weer moed. Je bent een atleet die in het verleden, zeg maar, subtop Nederland behoorde. Het was een hele goede tijd. Kun je ze wat namen noemen uit die tijd waarvan jij zegt van, nou, daar heb ik veel wedstrijden toch mee gelopen? Nou ja, Marie de Kaat, Gerard Nijboer, Klaas Lok. Ik heb heel veel baanwedstrijden gelopen met Klaas Lok, de 3000 meter. Dat was fantastisch. Klaas die start altijd heel rustig. En dan kon ik mooi in zijn ritme komen. Ja, het laatste moest ik altijd wel af bij. Maar dan liepen we altijd rond tussen de 28 en de 38. Heb ik mijn basis gelegd. Nou ja, André Kolders, Jan van Heteren. Dat zijn hele grote namen bij Slieren Sport, waar ik begonnen ben. Met name André Kolders was een heel groot talent. Die liep als 19-jarige al 1.19 in Paderborn. Ik heb gelopen met Henk Menting, met Gerrit Menting. Ja, noem ze maar op. Je hebt, zou je kunnen zeggen, met een gouden lichting gelopen. Heb jij zelf ooit het idee gehad van, nou, ik kan echt die nationale top bereiken? Nou, op een gegeven moment liep ik 44-58 op een 15 kilometer in Papendrecht. Dat was een week voor de marathon van mijn sluis. Nou, toen begon ze toch een beetje schrik van me te krijgen. Toen de week erop was het Nederlands kampioenschap. Er was toch gelijk een Nederlands kampioenschap aan verbonden. En Henk Menting begon toch een beetje zenuwachtig te worden toen. Want daar versloeg ik hem wel in Papendrecht. Maar de week erop zat hij 4 minuten voor me. Want de marathon is nooit echt mijn ding geweest, zeg maar. Ik kon wel op een halve marathon. Was wel veelbelovend. Ik kon een 30 kilometer lopen in 1:33:45. Dus ook een tempo van 2:12. Maar ik weet niet, de marathon is er nooit. Ik ben nooit harder dan 2:21 kunnen komen. Ja, 2:22 noem je waarschijnlijk. Ja. Het is waarschijnlijk ook een beetje fysiek bepaald hoe je een marathon loopt. Is het bij jou ook zo? Ja, ik denk, je hebt wel meer jongens die, zeg maar, op de middenafstand zijn ze goed. En dan denk je van, nou, met die snelheid kan ik wel kan ik het makkelijk uitbouwen. Ik liep 1-4 ik heb 3 keer 1-4 gelopen op een halve marathon. Als je zegt, nou, twee keer plus 10 minuten, dan zou je toch onder de 2:20 moeten kunnen komen. Maar ja, die vlieger ging bij mij niet op. Ik denk dat ik achteraf meer geschikt was voor de middenafstand te lopen. Voor de 1500 vond ik ook mooi. Waar lag jouw voorkeur bij de weg? Als ik dat zo hoor, heb je veel op de weg gelopen op de baan? Nou ja, de laatste tijd weer op de baan, maar. Ja, de baan is eerlijk en je weet precies wat je loopt. De weg moet je altijd maar afwachten. Ja, nu tegenwoordig zijn ze wel allemaal gecertificeerd, de echte wedstrijden. Maar ik vind de baan ook heel mooi. Misschien is de mix van allemaal wel mooi, dat je langer gemotiveerd blijft. Over nog even naar die tijd terug. Het was ook de tijd dat men zei van, je moet veel kilometers maken. Tegenwoordig lezen we, ja, dat moet eigenlijk weer een beetje terug bij de jongere generatie. Men moet meer trainingskilometers maken. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel dat het, als je een beetje, kijk eens naar Martie en John van Meulen, die draaiden ze de hand niet om voor 200 kilometer in de week. Misschien is dat misschien iets te veel voor te veel gevraagd, maar ik denk dat wel, als je een beetje goede 10 kilometer wil lopen, dan moet je wel 140, 150 kilometer in de week trainen, denk ik. Daar heb je altijd voordeel bij. Ander probleem is vaak tijd. Hè? Jonge mensen moeten studeren, moeten ook aan hun toekomst werken, maatschappelijke carrière. Allemaal niet zo gemakkelijk. Nee, het is niet zo gemakkelijk, nee. Want laatst las ik nog in de krant, Jan Voogd was naar Kenia geweest met een paar jongens. En als je 12 uur per dag ook horizontaal kan doorbrengen, naast die keer trainen. Dus
dat zou mooi zijn, maar die cultuur hebben wij hier niet. Want het mooiste vinden ze hier in Nederland als je zeg maar, en 40 uur werkt en nog topprestaties levert. Dat is onmogelijk, vind ik. Maar ja, dat... Maar ik kan ook wel begrijpen dat de jeugd, de concurrentie is zo groot. En de Afrikanen die gaan er met enveloppen vandoor. Dat zijn natuurlijk, we zijn verworden tot een ontwikkelingsland op atletiek gebied. Dat kan je wel vaststellen, denk ik. Dat is een robuuste uitspraak, ontwikkelingsland. Ik hoop dat je ook nog wel wat lichtpuntjes ziet in de Nederlandse atletiek. Nou goed, ik vind een topper, Gert-Jan Lievers, vind ik natuurlijk van grote klasse. Die versloeg op een baanwedstrijd in, ik meen in Oostenrijk, wel de Kenianen. Het kan wel. Ik zie nog een foto voor mijn geest van Marie de Kater bij de Dam tot Damloop. Was hij de enige die met de jongens meeging. Maar dat zie je tegenwoordig. De weglopers kunnen niet meer meelopen met de Kenianen. Dat niveau is een stuk lager geworden. Het is ook een stukje mentaliteit, zeg je daarmee? Van, ja, je moet ook de durf hebben om, om toch de strijd te zoeken met de Afrikaanse lopers. Wel erg lastig hè, tegenwoordig met Wanyiru en Gebrselassie, noem maar op. Ja, het niveau van Bekele, dat is toch fantastisch. Kijk, als iemand 12:37 kan lopen op een 5 kilometer, dat is mooi nagaan. Dat zijn rondjes 60,5. Nou ja, dat is van zo'n niveau, dat komt een blanke. Nee, dat is onmogelijk om dat te halen. Dat kan niet meer. Ook al ga je 400 kilometer in de week trainen, dat haal je nooit. Even nog naar jouw tijd terug. Je noemt allemaal prachtige hardlopers. Maarten ten Kaart en John Vermeulen, noem maar op. Waar haalde jij je motivatie vandaan? Want dat is altijd bij een hardloper heel belangrijk. Waar zit de motivatie? Want nog steeds ben je bezig weer een beetje terug te komen. Ja, nou, ik vind het fantastisch. Ik heb ontzettend veel voldoening na een baanrijden. Als ik zeg maar 6 keer 1000 in tegenwoordig 330, 340. Als ik dat gedaan heb, dan heb ik na afloop een voldaan gevoel. Dan kom je thuis en denk je, nou ja, je hebt gedoucht. Dus, ja, het is ook een verslaving, ik denk dat het ook wel endorfine in je hersenen losmaakt. Het is wel een verslaving, ja. Jawel, ja. Even naar jouw mooie toptijd terug. Wat waren nou jouw mooiste wedstrijden? En nou, daar heb ik nog echt wel een hele gouden herinnering aan. Dat waren de mooiste momenten uit mijn sportcarrière. Ja, een van de mooiste is natuurlijk de zilveren medaille samen met Aart Stichter in Lisse. Het was een enorm warme dag. We kwamen. De finish was op de baan in Lis. En we kwamen met 200 meter te gaan samen de baan op. En Aart die won dan die eindsprint. Maar hij zeeg ter aarde. En net na afloop kwam er een bobo naar hem toe. En die plaatste op met: jongens, jullie zijn gedisqualificeerd. Jullie dragen geen club tenue. Ik moest Aart echt tegenhouden, want die had die man echt een goede rechts verkocht. Dat was fantastisch. Gelukkig is het niet minder geschikt. We hebben wel onze medaille gekregen toen. Maar dat was een fantastische wedstrijd. Ja, en die 44-58 in Paalmeer vind ik mooi. En een tiende plaats bij een Al van der Rijn, net boven het uur. Ook mooi. En een ander hoogtepunt is het Nederlands record. Toen hebben we in Berlijn deed ik den. En officieel 2-4-58 in Berlijn. Wat voor jongens deden ermee? Ekiden, dat is een marathon en estafette verband, hè? Ja, dat zijn middenafstandlopen. René Godliep onder andere, Patrick Aris, John Vermeulen, Gerard Kappert en John Duinmeijer. Dat subtoppers, toppers, ja, ja. Jongens, lopen niet meer. Ja, Godliep af en toe nog eens. Ja. Alleen Kees Kraaienveld nog actief. Ja, goed. Ja, dat is even de weinige die nog actief is. Ja, ja, Martie ook nog wel. Die loopt ook nog wel, gelukkig. En Wim de Weert natuurlijk, die loopt ook nog steeds van die generatie. Hè? Ja, ik weet niet. Ik vind nog, zolang het gaat, blijf ik het doen. Nog plannetjes, kleine plannetjes voor de komende tijd? Ja, nou, die 3 indoor en dan misschien de NK Cross in Nijverdal. Ja, en dan. Voor de rest kijk ik niet verder. Misschien de 5 kilometer op de baan. Of de 10 kilometer ook nog wel op de baan. Kijk wel eens hoe de vorm is. Ik moet wel een beetje oppassen. Want ik heb van de week 2 keer in de zaal getraind in het Omni Sportcentrum. Maar 2 keer per week op de baan is wel belastend voor je pezen. Dat merk ik wel. Maar de Masters moeten nog wel rekening houden met Kees Kraaienveld. Ze zijn nog niet van me af. Nee, zeker niet. Kees, bedankt en nog veel succes, hè. Dankjewel.